Die was ook heel lekker. It's back. Sorry. Hi girls. Hé, hey, kan je niet een beetje zwaarder pakken? Dat gaat helemaal goed, toch? Kom mee. Lekker. Mag je hem straks iets langzamer uitvoeren? Ja. Zoals je net hebt gezien, heb ik lekker gesport. En welkom trouwens weer bij een nieuwe weekvlog. Het is alweer een tijdje geleden dat ik heb gesport. Maar zeg maar als in, het is nu 4:30 en ik had nu 12 uur gesport. Maar het was echt best wel chill en ik ben nu gewoon even lekker op mijn laptop aan het werken. Mijn weekvlog van die voor jullie voor vorige week was, uploaden en dan ben ik denk ik klaar voor vandaag. Dus dat is lekker chill. En ja, dat was eventjes mijn verhaal, ja. Meer heb ik niet te vertellen. Ik ben echt fucking blij. Ik heb net een aankoop gedaan via het Wardrobe voor 45 euro. Sorry voor mijn puistjes trouwens. Ik ga even laten zien. Het is dit jasje. Deze. I mean, out of stock. Hij was echt overal uitverkocht en ik wilde hem zo graag. Oh, ik ben al scherp. Hij was echt overal uitverkocht en ik wilde hem zo graag. En ik zag dat hij er was en ik zei, heb je echte foto's ervan? En ze zei, ja, hier zijn de foto's. En toen heb ik hem gelijk gekocht. Ik wilde alleen even checken of ze hem echt had, zeg maar, of het niet een ander gek jasje was of zo, wat ze zou opsturen. En toen had ze de foto's gestuurd en toen heb ik hem in één keer gekocht en ik ben zo blij. Ze stuurt hem morgen op en dus dan heb ik hem waarschijnlijk overmorgen. Goedemorgen, ik ben al een tijdje wakker. Ik ga mezelf even aankleden. Ik heb gisteravond namelijk gedoucht, dus meestal dan was ik me dan even zochtend en kleed ik me aan. Vandaag wilde ik, ik heb hier twee kratten staan. Even. Met allemaal kleding wat naar United Wardrobe, wat op United Wardrobe mag en dus weg mag. Maar ik heb eigenlijk nog veel te weinig online gezet. Ik ga eerst denk ik eventjes een beetje mijn kamer opruimen en een paar dingen veranderen die ik nog wilde veranderen. En dan ga ik lekker alles online zetten. Want dat moet gewoon eigenlijk nu weg. Het staat echt een beetje in de weg. Dus, let's go. Oké, gekke vlechtjes game is going on met de pet. Ik draag dit dus echt nooit. Maar I don't know of dit leuk is. Kennen jullie dat? Dat je dan op een gegeven moment... Ik heb dus een nieuw luchtje gekocht van Lancôme. Ik weet niet hoe die heet. Het is zo'n diamantvormpje. Maar dan, ik droeg heel vaak de La Vie Est Belle van Lancôme. En daar was ik echt een beetje klaar mee. En nu heb ik dus heel erg veel weer die nieuwe gebruikt. Maar nu vind ik deze echt weer fucking lekker. Dus ik heb hem opgespoten. En nu ben ik echt weer een soort van, oh ja. Die was ook heel lekker. Good morning, good morning. Ik heb gisteren verder heel weinig gevlogd. Omdat ik echt stronzagreinig was. Ik ben vanochtend naar tandarts geweest. En nu ga ik mijn kamer opruimen en mijn bed verschonen. Ah ja, soms even ziekenhuis terugkijken vind ik ook wel leuk. Ik heb net tandenstokers gedaan. Nou, mijn tanden doen zoveel pijn nu.
echt niet chill. Dus ik ga nu even Zonzuipen ziekenhuis aanzetten en ondertussen mijn kamer doen. In Zonzuipen ziekenhuis. Zo, ik heb net een video opgenomen met 10 rare gewoontes van mij. Slash dingen die ik nog niet van mij wist. En ik ben nu moe en ik ga hem denk ik zo meteen editen. Of ja, of vanavond. Zoiets. Ja. Verder heb ik nu veel contact gehad met de Cool Cat, want ik ga naar de première van Fifty Shades. En als het goed is, verzorgen zij daar een jurk voor mij. En het is, wat is het? Het is black tie, dus dat is best wel heavy. Dus ik moet even kijken of ze een jurk voor mij hebben. En ik ga ook even kijken wat ik aandoe bij een optreden, wat ik die dag heb bij Cool Cat. En even denken, allemaal Cool Cat in mijn leven. Verder moet ik afwasmachine hebben doen en dan ga ik denk ik vanavond even sporten met Stef, die volgens mij nu een examen maken is. Goedemorgen! Ik ben blij, want ik dacht, dit ziet er super leuk uit, zo'n knot en zo. En nu zie ik dit op beeld en denk ik, what are you even trying? Gisteren zat ik de video te bekijken en ik was de hele tijd onscherp, dus dat ik vond het ook niet zo'n hele leuke video, dus het lot bepaalt weer dat ik die maar niet online moet zetten. Ik moet nog even kijken wat voor video ik dan ga opnemen. En ik weet ook niet wanneer ik dat ga doen. Maar ik denk morgen. Vandaag ben ik blij, want volgens mij zei ik het net ook. Want ik heb dansen vandaag en ik heb al super lang niet gedanst. Volgens mij zei ik in mijn andere weekvlog ook dat ik dansen had. Alleen, toen was het de dag van die storm. En konden dansdocent dus niet naar Zilde komen. Want Amy geeft nu nog even geen les. Volgens mij volgende week is ze er weer. Want ze was dus zwanger. En ze is nu bevallen. Ik moet het even fixen. Ik vind het wel heel leuk. Maar zo alleen het zit gewoon niet op de goede manier. Zeg maar. Oh, misschien is zo'n staartje ook wel schattig. Schattig. Misschien denken jullie, joh, het is maar iets schattig. Ik vind het schattig, oké? Volgens mij ga ik vandaag ook lunchen met de boyfriend. Maar, I don't know, hij slaapt nog. Echt een slaapkoppie. Ik denk dat ik heel hard word uitgelachen als Stefan mij zo meteen ziet met dit kapsel. Ik denk namelijk niet dat hij heel erg fan is van dit. Ik denk omdat het heel erg meisjesachtig is. Dat denk ik. Laatst heb ik mega droge lippen trouwens, dus ik moet even weer een lippenspul op gaan doen. Zo. Outfit change. Shirt van Stef. En deze broek. En die heb ik echt heel lang niet meer aangehad. Hey! It's back. Ik ben net wakker. Ik maar wat ik toch ga vertellen. Ja. Wij gaan even lunchen. En Tipsy moet dan even naar de achterkamer. Ja. Yeah. En ik heb weer van outfit veranderd. Ik heb weer van outfit veranderd. Ik ben weer van outfit veranderd. Zullen we gaan, schat? Kom, schat, die patatti. Jij ja, bent echt niet grappig. Ik ben zelfs lelijk gewoon. Oké. Okay. Vertrouwen en ook een kwaliteit. Wij nemen de brie. Ja, wat jij zo zegt. Wat jij. Ja, maar jij wordt wel verantwoordelijk gesteld. Ja. Dus als het fout gaat, moet jij dat zeggen. Nou, ik heb me even niet gefilmd. Die Ede bestuurde van de Stefan's eten ook niet. Maar kijk, dit was een broodje brie. Dat was een beetje kip. Hier lag ook een beetje kip. Een beetje groente. Ja. Ik ga even aan het eten. Ja. Bon appetit. Ja. Dat was een beetje opgepakt. Wel leuk, voor iedereen die naar me toe is.
allemaal een beetje van te wachten en zo. Maar dat komt goed. Even wat suikers naar binnen en dan. Ik heb niet zoveel te vertellen eigenlijk. Even zwaaien. Hoe lang zit hij hier? Ja, zeker 2 uur. Ja, dus ik ga het gewoon 3 uur. De zaal zat nu ongeveer bijna vol, denk ik. Ik zou nu nog. En dan gaat het beginnen. Zin in. Zijn jullie zenuwachtig? Ik ben echt zenuwachtig voor Ronald, ja. Ja. Ik wil echt. Maar ook voor de andere. Waar is Jen? Jennifer. Hey. Heb je haar goed? Hey. Hi, leuk. Joort, denk ik niet van succes, maar leuke mondbeweging. Joort, denk ik niet van succes, maar leuke mondbeweging. Het is nu. Hi. Heb je dan leuk luck? Goed maak. Dat is niet scherp. Wij gaan nu naar binnen. En oh ja, wij kwamen net een script tegen. Maar dat kwam omdat hij is niet scherp. Maar ja, het moet snel praten. En toen zeiden wij zo: hey, dat is een script. En zei hij: hi girls. En wij toen: hi. Sorry dat het niet scherp is, jongens. Wij gaan weer doen. Doei. Hij zei net hoi tegen ons. Just saying. Daar komt hij hoor. Wacht even. Dit is zo'n anti-climax. Nou, de rest van het optreden kunnen jullie natuurlijk ook op televisie zien. Of op de site of zo. We willen geen één telefoon zien. Oh, ik lieg soms. Here we go, dames en heren. Get ready. Vloggie. En dan denk ik. Oh, het helpt gewoon leuk. Het is afgelopen. Ik verblijf in Amsterdam. Oh shit, kijk, daar is de camera. Daar is de camera. Ja, jezus. Kijk daarin. En ik wap eens. Hallo. Hoi, lieve mensen. Goedemiddag, het is vandaag zondag en ik was gisteren dus bij de Voice of Holland live show. Het is nu al bijna 5 uur en ik heb de hele dag een beetje opgeruimd en ik was gisteravond nog naar de kroeg gegaan. Dus eigenlijk heb ik vandaag niks meer te vertellen. Vanavond komt Stefan uit zijn werk nog hierheen en hebben we gewoon samen even een avondje dat ik me ook niet heel erg fit voel. Dus hij komt lekker hierheen. En dat is eigenlijk het enige wat ik ga doen vandaag, gaan opruimen. Dus ik sluit hierbij de vlog af. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie volgende week weer. Doei! Hey, ik was echt zo stom in mijn afgelopen, dus gisteren, zaterdag, voor mij is gisteren zondag. Ik dacht dat het zondag was, ik heb mijn hele vlog afgesloten. En dus bij deze, sorry, ik heb geen members meer op, maar dat vertel ik in mijn volgende vlog. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren, had ik al gezegd gisteren, maar ik dacht ik zeg het toch nog eventjes, sorry, super stupid.